Je deur uitstappen in de provincie Antwerpen en overal meteen en gratis toegang krijgen tot wifi, draadloos internet. Het klinkt als een droom voor vele Antwerpenaren. Al moet dit in 2015 werkelijkheid worden. Ik vind dat ze dat overal zouden moeten doen. Allee, ik zou daar zeker gebruik van maken. Als we de trein nemen of als we ergens zitten te wachten op de tram. Of maakt niet uit. Ja, ik vind dat de weg opzoeken, zoals we daarnet gedaan hebben. Technisch is dat zeker haalbaar. De vraag is, is het nodig van over de ganse provincie wifi te voorzien? Ik denk dat het vooral belangrijk is van wifi te voorzien in plaatsen waar veel mensen komen. Het wifi-netwerk is vooral haalbaar wanneer er samengewerkt wordt met de bestaande infrastructuur. Maar eigenlijk bestaat er al een draadloze verbinding in de vorm van het 3G-netwerk. In vergelijking met 3G is dat heel wat goedkoper. Eerst en vooral is de band, de frequentieband waar er in gewerkt wordt, is een vrije band. Met andere woorden, er worden geen licenties betaald. In vergelijking met de 3G-band waar elke operator 150 miljoen euro heeft betaald om enkel te mogen zenden op die band. Maar ik denk wel dat veel mensen nu momenteel ook al 3G en zeker 4G ook gaan hebben. Dus ik weet niet of dat een heel grote meerwaarde is voor iedereen. Maar ik vind het wel iets knap. Nou ja, in het buitenland hebben wij als toeristen geen internet. Dus dan leven we echt alleen op wifi en dat hebben we eigenlijk voornamelijk in het hotel of als je echt in een restaurant zit. Maar niet zoals je hier buiten rondloopt of zo. Maar in Antwerpen zijn er ook nog mensen die helemaal niet wakker liggen van draadloos internet. Ik weet het niet. Ik kan er echt niet op antwoorden, want ik gebruik het niet.